aandacht voor de geschiedenis en het landschap. We starten de tour en beginnen bij Bed & Breakfast de overnachting. De voormalige smederij. Vervolgens gaan we richting de Grote Sloot. Tot 1825 was de Grote Sloot, die dwars door de Zijpenpolder liep, van Zijpensluis tot Oudersluis, de slagader van de Zijpen. Hij diende onder andere voor het afvoeren van het overtollige water uit de polder. Maar ook als vaarweg. Hij werd druk bevaren door trekschuiten en beurtscheepjes. Die beurtscheepjes brachten de producten van de Zijpen naar Alkmaar en Amsterdam, maar ook gingen ze over de Zuiderzee en namen vele benodigdheden als bouwmateriaal, turf en bier naar de Zijpen mee terug. Aanvankelijk zorgden ze ook voor het passagiersvervoer. Maar al snel kwam er speciaal daarvoor het herenschuitje, dat met subsidie van het Zijpenpolderbestuur eenmaal per week heen en weer naar Alkmaar voer. En bij flinke vorst was er de ijspret. Eind 1824 werd het Noord-Hollands Kanaal geopend. En toen verloor de Grote Sloot haar functie als vaarweg. We gaan nu ook nog een kijkje nemen bij het tegenoverliggende restaurant Brasserie de Keuken, oftewel de Koepel van Schagenbrug. De koepel is in 1785 aangebouwd aan de herberg, het Wapen van Zijpen. Omdat in die tijd de bestuurders van de Zijpen, een dijkgraaf, negen heemrijden, te vergelijken met het huidige college van burgemeester en wethouders, dan ook nog een penningmeester en een secretaris, geregeld ter plekke wilden vergaderen en ook nog eens met de mogelijkheid om te dineren en te overnachten. Op enig moment tussen 1785 en 1800 werd dus de koepel verlengd met een stal voor de rijtuigen en de paarden van de hoge heren en daarboven nog eens hotelkamers. We gaan nu noordwaarts langs de Grote Sloot en steken dan het kanaal en de N248 over. Na 500 meter ziet u aan uw rechterhand een molen. Dit is een in 1840 gebouwde poldermolen die een afgebrande voorganger op dezelfde plaats verving. De bedijking Zijpen is opgedeeld in diverse polders met elk een eigen bemaling. Molen D bemaalde afdeling D van de Zijpen en Hazenpolder. De molen is een rietgedekte achtkantige molen van het type grondzeiler met een oud-Hollands wiekenkruis. De molen is, zoals meer Noord-Hollandse polenmolens, een binnenkruier. De molen heeft tot 1950 de bepolder bemalen en in dat jaar werd de bemaling overgenomen door het elektrisch gemaal van de afdeling E. Hierna volgde een periode van stilstand, waarbij de molen enige malen van eigenaar wisselde. Molen D is in 1989 weer maalvaardig gemaakt. Sinds 1999 is hij eigendom van de stichting Zijpenmolens en hij is niet te bezoeken. Omstreeks 1960 waren de molens, eigendom van waterschap de Zijpen en Hazenpolder, buiten gebruik geraakt. Elektrische gemaaltjes namen hun rol over. Ja, en daar stonden ze dan in weer en wind te verpieteren. Molenliefhebbers in de Zijpen en omgeving trokken zich hun lot aan. Ze werden actief in een speciale stichting en of als vrijwillig molenaar. Met vereende krachten en veel inzet slagen zij erin 9 Zijpenmolens te behouden. Lukte met financiële bijdragen van donateurs, sponsors en diverse overheden. De Grote Sloot, met haar prachtige geschiedenis, is nu een prachtig stukje natuur en heeft een recreatief karakter gekregen. De bewoners van de sloot zijn de vuut, de meerkoet, eend, blauwe reiger, zwaan. Zij nestelen lekker tussen het riet en kunnen zich daar onbekommerd voortplanten. In het voorjaar is het een lust voor het oog om de jonge gezinnen te aanschouwen. De eerstvolgende brug die wij tegenkomen als we de sloot noordwaarts volgen is de Keinsmerbrug.
Keinsmerbrug is ontstaan toen er een paar bruggen werden gelegd over de Grote Sloot. Keinsmerbrug was de brug van het gehucht Keins. In eerste instantie was het alleen een overslag van goederen, maar er groeide uiteindelijk een klein plaatsje uit voort. Maar de geschiedenis van het gebied zelf, waar het plaatsje in ligt, gaat veel verder terug. Rond het jaar nul van onze jaartelling was het gebied bewoonbaar. Het was op het Hoogveen. Men woonde in houten huizen met een rieten dak. In de huizen waren een woonruimte en een stalling voor het vee. Schapen, geiten en een enkele koe opgenomen. Men verbouwde en leefde vooral van graan. Het waren seizoensnederzettingen en van daaruit hoeden ze meegebracht vee en werd er gevist en gejaagd. De opbrengsten in de vorm van huiden, schelpdieren en gedroogd gezouten vis en vlees gingen aan het eind van de zomer mee naar de hoofdvestiging op vaste basis. Gevonden resten, zoals potjes en graten, wijzen op een gevarieerd menu. Naast zuivel en noten ook mosselen, oesters, kokkels, heel veel eend, maar ook wild zwijn, het, steur, zalm, harder, paling, kabeljauw, schelvis en platvis. Dit op een terp gebouwde gehucht heette de Grote Keins. Bij de Keinsmerbrug gaan we rechtsaf. En in de verte zien we dan al de West-Friese omringdijk tussen het polderslandschap kronkelen. We gaan de eerste weg rechts en we vinden ons dan in het buurtschap Keinse. De oorspronkelijke benaming Kleine Keinse. Kleine Keinse ligt nog net binnen de West-Friese omringdijk. Die mensen van Keinse zullen erg blij geweest zijn met de aanleg van de omringdijk. Zij wonen op terpen in een van de meest bedreigde gebieden van Noord-Holland. Stormen uit het noordwesten zweepten telkens weer het water op tot grote hoogte en richtten verschrikkelijke verwoestingen aan. In de 15e eeuw bestond de omgeving van de Keins uit ondiepten, moeras en kreken. En die stonden weer in open verbinding met de Waddenzee. Omstreeks het jaar 1510 spoelde op de West-Friese dijk een houten Maria-beeldje aan. Het zou van de voorsteven van een Portugees schip zijn geslagen. Gelovigen ontfermden zich over het Maria-beeldje, maakten het beeldje schoon van zeewier met het water uit de dichtstbijzijnde put en gaven het een plek in een huisje op de dijk. Er vonden een aantal wonderlijke gebedsverhoringen plaats. Dit was de aanleiding om daar in 1519 een kapel te bouwen, waarin het Mariabeeldje werd geplaatst. Toen de protestantse reformatie op hier terrein won, werd de kapel in 1586 verwoest. Na die tijd is er niets meer vernomen van het beeld van de kapel. Het beeld bleef eeuwen spoorloos, tot een onbekend gebleven familie het Mariabeeld toevertrouwde aan het West-Fries Museum. In Hoorn. Blijkbaar hebben mensen het beeld tijdens de beeldenstorm tijdig in veiligheid gebracht. Het beeld is voor onderzoek naar het Catharijnenconvent in Utrecht gebracht. Het onderzoek zou hebben uitgewezen dat het beeld rond 1475 is gesneden. Het is gemaakt uit eikenhout en is minimaal één keer overgeschilderd. Bovendien bevat het beeld zoutkristallen, wat het vermoeden dat die om een boegbeeld van een schip gaat, zou kunnen bevestigen. Maar het bewijsmateriaal is niet waterdicht. Het Mariabeeld staat thans weer in het West-Fries Museum. De Maria-devotie heeft na de afbraak van de kapel een bescheiden voortbestaan gekend rond de waterput. In 1924 heeft de pastoor van Schagen, J. Heeswijk, het stukje grond gekocht waarop de waterput was gebouwd. In het Mariajaar 1954 heeft pastoor H. Brouwer het initiatief genomen om de Mariakapel te herbouwen. De toenmalige bisschop van Haarlem, monsieur J.P. Huibers, zelf een groot Maria-vereerder, gaf toestemming tot de bouw op 23 augustus 1954. Zelf vind ik het een heerlijk plekje om gewoon even te zijn. Zeker even naar binnen gaan. Het is echt de moeite waard.
Maar de omringdijk was niet afdoende voor de keins, zoals de wielen of velen getuigen. Er waren van tijd tot tijd doorbraken in de omringdijk en stroomde de zee het land in. De drooglegging in 1597 van de Zijpe vormde dus een extra buffer. De Keinsmeerwiel wordt tegenwoordig gebruikt voor natuur- en waterbeheer en is een bestand van een doorbraak van 1248. Vanuit de wiel loopt een vaker schade toe. Deze loopt nu tot aan het kanaal Schade in de Wiel. De vraag heeft de naam Als u het Keinsmeerwiel gepasseerd bent, is het nog wel leuk om de lekkere lucht op te snuiven van de scharrevarkens. Ja, zo ruiken varkens. Als het weer het toelaat, lopen ze lekker buiten en kunnen ze grutten in de prut. We vervolgen de dijk zuidwaarts en stuiten aan het eind op het gat van Schagen. Een coupure in de West-Friese omringdijk. De omringdijk is daar doorbroken. In de 30e jaren van de vorige eeuw is een hap uit de dijk genomen om een weg en kanaal tussen Kolhoorn en de Stolpen mogelijk te maken. En zo kreeg Schagen een waterverbinding met het Noord-Hollands kanaal. We gaan langs het kanaal weer richting Schagenbrug. Onze tour zit erop. Maar ik hoop natuurlijk dat deze virtuele tour voor u aanleiding is om Bed & Breakfast de overnachting te gaan bezoeken en de virtuele tour om te zetten in een echte tocht, hetzij te voet of op de fiets.